Shall we begin? Let's begin now. En de wandel. Ohio. Wie komen daar aan? Je grote vriendjes, Ohio. Iemand wil aandacht, Ohio. Hallo jongens. Hey yo. Hey Wouter. Hey Vincent. Kom eens, doe eens knuffelen. Ja. Wil je niet knuffelen? Deze vlog gaat over de kadertraining van Lotte en het is vandaag dinsdag en Lotte gaat de kadertraining volgen bij Tineke voor de allerlaatste keer. Dus ook het allerlaatste kadertraining en Tineke is natuurlijk gestopt en als bondscoach. Lotte, welke heb je bij vandaag? Ik heb vandaag wel veel bij. Me? Bij me? Nou, we hebben vandaag wel veel bij. En dat is een 8-jarige weldhit. Ja, ja. Oh, kijk aan. Ja. En we zijn niet echt heel erg aan de late kant, maar we zijn op tijd daar, maar we moeten eigenlijk denken
was nog niet gaar. Ja, mama heeft op de kop gekregen, want ja. Nee, we moesten wel lachen. En we hadden eten, maar het was allemaal niet klaar en het wou allemaal niet. En, dus maar we gaan in ieder geval nu naar Hoogmeerden. Ja. Ik heb trouwens ook altijd bij Tineke gewerkt. Ik weet niet of jullie eigenlijk weten, maar... Altijd 1 jaar. Ik heb 1 jaar bij Tineke gewerkt als stalruiter en dat was superleuk, superleuk, superleuk. Heel veel geleerd ook, maar Tineke is echt supergezellig en Imco ook. Dus ja, we gaan jullie meenemen. Wat ga je doen, Lotte? Opzaten. Poetsen. Heb je dat thuis nog niet gedaan? Nee. Normaal wel. Even inzoeken. Oh, dit is het tasje trouwens, waar we vragen over krijgen. Tada! Hebben ze gewoon bij de huizenpostwinkels. CS staat erop, ik weet niet wat het is. We zijn nu gewoon bij de huidspost. Kijk, maar hier zitten allemaal borstels in. Hij is een beetje vies, want hij wacht al heel lang. En dan, kijk, daar is die van. Ik weet niet wat, waar het van is. Volgens mij is die groene, weer, die andere trouwens weer van iets anders. Maar we hebben gewoon bij de huidspost gekocht. Kijk, wij willen makkelijke paden, want wij kunnen ze gewoon opzalen in een busje. Kijk, en Lotte heeft daar hele mooie nieuwe laarzen bij. Dat is zo'n mooie stal. Nou, Lotte is aan het opzadelen en ik ga daar ook haar training filmen. Kunnen jullie zien wat allemaal fout gaat en goed gaat? En de nadruk op wat er allemaal goed gaat. Ik heb trouwens vandaag, ik heb een nieuwe collectie aan van Cavallo. Ik heb een jasje aan, een beetje een langer jasje. Iets langer dan normaal, maar ik kan er ook mee rijden. En een vest, een heel mooi vest. Van Cavallo. En dat vest? Vest. Oh ja, had ik ook aan. In het grijs. Alleen het grijs. En Lotte heeft een jasje aan. Die had ik tijdens de buiten. Ja, die had ik tijdens de training aan met En op Raam op de eerste dag, waar ik heel veel reacties op heb gekregen. En die kun je dus op 2 kanten dragen. Dus die kun je in het grijs dragen als joggingstof, zoals Lotte hem draagt. Of in het groen, zoals ik hem droeg. En dan hoor ik deze rijbroek aan. Dat is dezelfde rijbroek als die ik op de training aan had. Dat is de softshell. Dat is heel fijn. En Deep Forest. En Lotte heeft een super coole broek aan. Een hele mooie. En nieuwe loppers. Dus dit is eventjes onze kleding update. Oh. Weten jullie wat we aan hebben? We zijn echt super blij met deze nieuwe kleren. En ik vind ze echt super mooi. Oh, hier kan ik denk ik mijn telefoon in doen of zo.
Dit is eigenlijk meer een regenjasje. Dit is niet super dik, maar ja, super mooi. Ik trek nou mijn laarzen aan. Nee mensen, dit is mijn. Mijn laarzen. Mijn laarzen, niet me. Doe dit even niet veel, want ik ga niet zo. Lot heeft een dikke kaart. Nee, ze zijn nog nieuw, hè, dus we moeten ze nog even inlopen. Maar zijn die veters trouwens lang van jou? Kom, dat ik ze heel strak op zit. Oh, ik heb dat niet gedaan. Ik wel, want er worden mijn benen slanker van. Hoop ik wel. Doe nog een keer met die hoek, die kan je nog beter doen, want dan heb je meer kans als je die hoek goed gebruikt hebt om die diagonaal meteen goed op te rijden. Buitenschap. Zo, en dan wachten, wachten, het moet bij je blijven. Komt juist. Wachten, linkerkant erbij, is goed, juist, en naar zin. Linkerkant erbij, zo blijf rijden, zo is goed. Zo is goed, en nou een sterke wissel. Goed. En nou die linkerkant door blijven. En dan ga je hier meteen weer de tunnel in, hè. Hier weer, hè. Also, draaien. Juist. Wel graag verband erin hebben. En als je dat in de stap al kunt hebben, moet je er alles aan doen om dat niet te verliezen in die overgang. Is goed. En ook als die eenmaal draait, probeer of je de been, jouw been, knie en onderbeen los kunt laten hangen. En makkelijk in je ellebogen. En dan met je zitvlak echt het gevoel hebben dat je daar de controle mee hebt, zeg maar. Dan nog een keer die zijgang en dan de andere hand. Ziet er wel mooi uit zo hoor. En dan komt hij wel mooier boven oh, in. Linker, ja, daar komt hij hier. Daar zit hij hier. Ja. Die linkerhand naar rechtsboven. En aanrecht houden, ja? Goed, goed. Goed, goed. Zo, zo ja. En daar moet hij loslaten.